Yo kijkers van GWT Gaming en welkom bij deze nieuwe video. En ja, we gaan gewoon een let's play doen deze keer, geen jump map. En we gaan gewoon beginnen met hout hakken. Dus ja, dat is heel saai met de hand hout hakken, duurt zo lang. La 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 la, kom op, schiet op. Zo. Nog eentje, ja, nog eentje. Gewoon voor de zekerheid. Lekker hakken op die boom. Oh, dat duurt zo lang. Zo, ja. 11. Ja, 11. Oké. Vind ik eerst wel genoeg. Deze kant op is naar Snowbiome, niks aan. Dus we gaan gewoon lekker de andere kant op. Misschien is er minen. Nee. Niet minen. Nee. Gewoon gelijk huisje bouwen, oké. Laten we dat maar dan maar doen. Komt nu een jungle? Ja, jungle. Koeien en kippen. Kippen zijn zo dood, dus ik mol een kip. Nou ja, zo dood. Voor mij is het nog altijd een moeilijk iets. Zie je wel? Moeilijk iets. Ja, we gaan gewoon even een mooi plekje vinden om een huis te bouwen. En dan gaan we dat zeker doen. En ik heb al wel een beetje in gedachten wat voor soort huis ik ga bouwen. Daar ben ik nou ook weer niet zo slecht in huizen bouwen. Dus ja. Moet ook weer niet te veel sprinten. Dan gaat onze eten natuurlijk op. Food bar. Zo, lekker door de jungle. De bosjes, man. Zo. De jungle is zo saai, je ziet alleen maar bomen en bomen en nog eens bomen. Kom op. Ja, daar zie ik al een andere biome. Ik weet niet of jullie horen, maar er vliegt hier een vliegtuig boven. En die hoor ik nogal duidelijk. Dus ik denk dat jullie hem ook horen. Oh, jump skills. Ja, dat kun je ook wel zien in mijn... mijn jump map. Geen jump skills dus. Zo. Even kijken. Laten we deze gewoon alvast even eten. Niet dat het zoveel zin had, maar ja. Ja, ik zie hier dus al een nieuwe biome. Geen tempel tegengekomen. Dat ze natuurlijk al een hoogtepunt zijn als we nu al een tempel zouden tegenkomen. Maar dat was niet zo. Is dit een cave? Hallo? Hallo? Nee dus. In ieder geval, laten we even een mooi plekje opzoeken. Niet waar dit allemaal is, want dit ziet er niet uit. Even kijken hoor. Oh, wat is dit? Een kleine cave. En hier een hele grote cave met heel veel iron, zie ik nu al. Nou, ik denk dat we hier gewoon maar even een huisje neerzetten. Zodat we ook gelijk even bij wat iron zitten, wat we gelijk al kunnen zien. Ik bedoel, je zit waarschijnlijk altijd wel bij iron, maar nu kun je tenminste zien waar het zit. Iets verder weg. Kijk, daar zit ook nog een cave. Wacht. Even een waypoint. Cave. Groen is lelijk. Blauw. Zo. Even kijken hoor. Hier is nog een kleine cave, zie ik al. En hier is nog een cave.
heel veel iron. Nice. Iron hebben we in ieder geval. Geen twijfel mogelijk. Misschien kunnen we ons huis op zo'n berg bouwen of zo. Ik weet niet waar we ons huis gaan bouwen. In ieder geval, laten we hier eens even lekker kijken. Ik denk dat we het hier maken. Zo. Nou, wow. Zo, naar de zee toe. Naar de rivier. Ja, ik denk dat dit wel een mooi plekje is. Dus ja, we maken weer zo'n het hout. Zo, crafting table. Wat is dit dan? Is dit een cave? Ja. Even kijken, dan maken we weer zo'n pickaxe. En dan gaan we even wat minen, denk ik. En ons huis gaat denk ik aardig veel resources kosten, want ik wil een aardig chill huis maken. En ja, we gaan gewoon minen. Oh, die is roze, dat is lelijk. Nou, ja, boeien. Ik denk dat we hier maar even ergens wat steen gaan minen. Daar zie ik al lava. Even kijken. Koe, jij mag een bloemetje hebben. Even kijken, ik zie ook wel dat we 6 minuten bezig zijn. Jullie zien echt ook veel eieren, man. Oh, het leek net alsof ik zei, hier liggen ook veel eieren. Ik bedoel natuurlijk iron. Iron. Know what I mean. Even kijken, we gaan gewoon even wat stone hakken. Zodat we zo meteen ook een stone pickaxe kunnen maken. En een stone axe, gewoon stone tools. En we hebben ook nog stone nodig voor ons huis natuurlijk. Niet alleen maar van hout maken. Ja, dan kunnen we gelukkig ook een trapje naar beneden maken. Ik zie ook al dat we eten nodig hebben. Nou ja, er waren genoeg koeien om ons heen, dus dat maakt niet zoveel uit. Oh, die gaan we maar even niet minen. Die ook niet. Zo, we gaan gewoon lekker verder. 30 of zo vind ik wel genoeg. Zo. Zo. Ah, nou, ik ben nu al over de 30 heen. Dit vind ik is wel genoeg. Dan kunnen we even een stone pickaxe maken. En dan kunnen we die iron meenemen. Zo, even kijken hoor. Ik maak denk ik eerst alleen even een stone pickaxe, zodat ik niet helemaal weer stone hoef te gebruiken voor een axe en zo. Want ja, dan verbruik ik alleen nog maar meer stone. Even kijken hoor. Zo. Nee, daar ook. Zo, die oven zetten we even neer. Nou, we doen nog wel wat hout in, zo. Iets meer misschien. En dan gaan we gewoon even wat stone hakken. En ook gelijk even deze varken killen. Oh, ik kreeg wel leather, maar geen vlees. Dat heb ik nog nooit gezien. Oh ja, we kunnen ook niet meer sprinten. Fijn. Hoe laat is het? Oké, dan moet ik ook opschieten. Nou, oh kut. Dat was niet de bedoeling. Even kijken hoor. Zo. Die zetten we hier maar even neer. Hier zo, zo. Ja, dan gaan we gewoon even... Oh, kut. Kut. Nee, waarom? Waarom? Laat me met rust. Leave me alone. Oh, fuck dat irritant water. Oh, nee. Nu kan die creeper toch niet hier komen. Jawel, dat kan hij wel.
gebeurd. Oh god, het wordt nacht. Snel. Maar met rust, kutkreeper. Oké. Okay. Kut. Oké, okay, sorry mensen. Maar ik vind het heel irritant dat het nu al nacht wordt. Dus dat moest even. Snap jullie? Dat moest gewoon even, oké? Okay? Zo. Gewoon even wat kool meenemen. Die en die. Kom maar. Dankjewel. Geen creeper meer. Dankjewel voor de cobblestone tenminste. Oh, ik moet zo meteen ook even wat eten halen zeg. Jezus. Zag ik er nou? Waar zit die skeleton? Daar dus. Kut. Don't kill me. Nee, 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 nee. Nee. Nee, 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 nee. Niet twee, niet twee. Oh god. Alsjeblieft, red me. Oh, wauw. Nog fucking half hartje. Ik hoor ze lopen. Oh, wauw. Oh. Oh, dit is mooi kut. Eén schot en ik ben dood. Eén te hoge val en ik ben dood. Oké. Gewoon rustig aan. Hier naar het trappetje toe. En nu snel naar boven. Oh, kut. Zagen jullie dat? Ja, dat zagen jullie wel, hè? Ja. Even kijken. Oké, okay, snel, 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 snel. Nee, ik kan niet sprinten. Haha, val. Even kijken. Laten we eerst even iron in de oven doen. En... hier alvast even wat stone bricks van maken. Zo. En deze koemollen. Kut. Kom hier. Zo. Dankjewel. Twee. Daar zie ik nog wat koeien. Even kijken hoor. Dan gaan we deze koeien even mollen. Nou, hij zoekt de veiligheid op. Oh, kom op, ik heb eten nodig. Die voel ik vleermuis. Ik heb niet alle tijd. Hop. Ik heb echt eten nodig, man. Maar volgens mij overleven we het wel. Ik weet niet hoe laat het is. Time. 11 uur.
In ieder geval, even kijken. Dit doen we er ook wel. Wacht. Ja, anders zit er even uit. Die nog even snel. Dankjewel. Die erbij. Die erin. Eerst sowieso even een zwaard maken. Zo, zwaard. Meer sticks, please. Playa's, zei ik bijna. Pickaxe. En een axe. Geweest hebben we nog een paar koeienmollen. Voor dat eten dat ik van ze kreeg. Zo, oké. Volgens mij heb ik nu nog maar eentje nodig. Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Mag ik van jou nog één vleesje? Liefst twee, maar graag één. Sowieso één. Niet weer net als bij die andere. Alleen een ladder. Dankjewel. Precies één. Zo, dan doen we die erbij. Zo. Even kijken hoor. Zo, gaan we zo meteen denk ik eens gewoon een simpel huisje maken. En dan gaan we. Even kijken hoor, wat gaan we doen? Hoe kunnen we het best aanpakken? Ja, ik weet niet waar bomen staan. Boom. Ja, om me heen inderdaad. Maar dat zijn zeker junglebomen. Ja. Dus dan moeten we even naar normale bomen zoeken. En dit keer ga ik gewoon even lopend. Because I don't want to die again. Volgens mij zie ik daar op die berg bomen. Ja, dat zijn bomen. Maar dan moet ik helemaal omhoog. Daar heb ik ook geen zin in. Staan hier geen bomen? Kom op. Please. Serieus. Waarom zie ik nergens bomen? Ja, daar, maar die bomen wil ik niet. Het zijn poepbomen. Ja, hier zijn bomen. Hihi. Ik zou er bijna omheen lopen, want ik dacht dat het junglebomen waren. Zo. Hier is ook nog een dikke cave met allemaal beesten erin. Vraag me niet hoe die erin komen. Want als je daar naar beneden pleurt als dier, ben je denk ik wel dood. Even kijken, we gaan gewoon even een paar bomen hakken. Zo. Nou ja, een paar, ik heb eigenlijk veel nodig, maar ik weet niet. Ja, het zal volgens mij 1 uur zijn of zo. Oh, wat voor 3. Haha, grapje. Zo, die. Ik wil alle zombies. Even kijken. Hoeveel hebben we nu? 30. 30. Zo. Dankjewel. Zeppelin mee. HUB. Zo, deze ommakken. Zo, dit gaat een stukje langer met de hand, zeg. Die. Ja, dan gaan we gewoon, denk ik maar even een huis maken. Ik weet niet, zijn hier nog ergens schapen of zo? Helemaal nergens schapen. Schappie, schappie. Ik heb wol nodig, man. What the fuck? Weer dood? Oké. Die nog even. Zo. Ik zie ook alweer op timer dat het tegen de 20 minuten aanlopen. Dus ik denk dat we nog even snel naar het plekje waar we huis gaan bouwen gaan lopen. En dan stop ik alweer met deze episode. En ja, dan ga ik ze gewoon even uploaden. Ook die Epic Jump Map. Episode 3. Zo, die.
wel. Of heb ik nu? Oh, bijna. Nou, anderhalve stek. Dankjewel. Zo, deze zeppelin zijn we mee. En dan gaan we weer naar huis. Oh, het wordt ook al bijna nacht. Hi. En nu moeten we de nacht zo meteen in de tweede aflevering maar overleven. Dus we maken eerst maar een simpel houten huisje. Kom op, snel. 10, 10, 10, 10. Zo. Mooi, 44. Huisje. Snel. Ik doe het heel krap, ik weet het. Maar ik moet ook opschieten. Snel. Oh nee, dat kan ik niet meer bij de crafting table. Ah, boeien. Dat verzin ik nog wel iets op. Zo. Zo weinig mogelijk hout verspillen. Schiet op. We maken het heel laag, ik zie het. Jullie zien het heel goed, we maken het heel laag. Maar dat boeit me niks, want het is maar voor even. Even een torch ophangen. Wauw, wat een mooi huisje. Prachtig. Ik ben er trots op. Ja. Zo. Mooi, hè? Zo maak ik mijn huisjes. Nee hoor, nee. Oh, wauw. Ik merk nu pas dat monsters me heel makkelijk kunnen pakken. Dus ik haal deze nog even weg. Er is nog steeds niet inkomen. Dan ga ik wel even wat lager zitten. In ieder geval. Ja. Laten we maar gewoon ophouden voor deze aflevering. Bedankt voor het groene duimpje en het abonneren. En ja. Tot de volgende keer bij deze Let's Play. Deze survival wereld. Later.